Ik ga jullie iets bekennen. Ik ben verslaafd aan AliExpress. En niet zo'n beetje, echt heel erg. Het begint best wel ernstige vormen aan te nemen, mijn AliExpress verslaving. En dan gaat het niet in de hoeveelheid, maar ook in de hoeveelheid tijd die ik doorbreng op de app. En het is gewoon belachelijk. Het is gewoon tijd om er nu eens iets aan te doen en van die AliExpress verslaving af te komen. Ik heb de laatste tijd best wel veel gekocht via AliExpress. Echt allemaal dingen die een mens ook echt nodig heeft. Ik heb bijvoorbeeld, eens kijken hoe leuk, een notitieblokje van mijn appel. Er zit zelfs een steeltje aan. Ja, een mens kan niet genoeg notitieblokjes hebben, toch? Ik heb deze fantastische flamingo paperclips. Nou, wil een mens ook, toch? Ik heb in mijn Valens design zitten hele mooie planten, maar die planten die zitten best hoog. Dus die kom ik iedere keer niet aan als ik water geef. Dus daar zitten mooie nepplanten in van AliExpress. En weet je wat zo fantastisch is? Het is gewoon allemaal zo ontzettend goedkoop. En ik denk dat alles wat ik heb gekocht en wat ik net liet zien is zoiets van 70 cent per stuk. Echt maximaal. En dat maakt het ook meteen zo verslavend. Want waarom is AliExpress of zo'n systeem als AliExpress zo ontzettend verslavend? Allereerst, het kost dus echt helemaal niks. Je bent je mandje aan het volladen van 40 cent, 70 cent, 80 cent maximaal. En vervolgens reken je echt een bult aan spullen af en dan ben je, nou ja, 4, 5 euro kwijt. Je betaalt ook helemaal geen verzendkosten. Dus dan heb je al helemaal zoiets van, oeh, ik ben dit nog even vergeten, nog even erbij bestellen. En zo gaat dat maar door. Bovendien is het echt heel erg leuk. Ik kan er echt oprecht blij van worden als ik dan dingen besteld heb. En dan komt het allemaal thuis. Want met AliExpress is het zo dat ze het allemaal één voor één gaan opsturen. Want het zijn allemaal verschillende leveranciers. Dus je krijgt allemaal verschillende pakketjes thuis. Dus bij ons denkt de postbezorger ook van wat is dit nou weer? Want je krijgt echt zulke pakketjes. Echt serieus. Eigenlijk allemaal thuis gestuurd. Allemaal per stuk verpakt. En dan iedere keer dat iets binnenkomt, denk je weer, oh leuk, ik heb een post, ik heb een cadeautje. Dus het is twee keer leuk. De eerste keer als je het afrekent en de tweede keer als je het binnenkrijgt. Dus ja, dubbel feest. Bovendien is het ook nog zo verslavend omdat je meteen kunt doorklikken. Ik heb mijn bankgegevens gekoppeld in de app en daardoor kan ik meteen doorklikken. Hoef niet alles opnieuw in te geven, hoef niet mijn random reader erbij te pakken of mijn creditcard erbij te pakken. Het is gewoon, het staat er. En daardoor kan ik het gewoon doorklikken. Er is zelfs een tijd geweest dat ik 's ochtends wakker werd. En ik denk dat jullie het wel herkennen. Dat je dan meteen even gaat Facebook of Instagrammen. Dat ik als eerste even op AliExpress ging kijken. Om te kijken wat er allemaal nieuw was. Zo ernstig dus. Best wel heftig, hè? Nou. Bovendien is er altijd wel iets waarvan je denkt dat je het nodig hebt. Net zoals notitieblokjes. Ik heb ook een rasp gekocht voor mijn wortels. Weet je wel, dat je van die Spirelli kunt maken van wortels of courgette. Kost ook allemaal niks. Het zijn allemaal dingen waarvan ik denk, oh ja, dit is eigenlijk wel handig. En dit miste ik wel in mijn leven. Echt waar. Maar goed, op een gegeven moment werd het echt een beetje te. Toen kwam ik terug van vakantie en lag er echt een hele bult aan AliExpress pakketjes. Dat is natuurlijk wel, je bestelt iets nu en je weet niet wanneer het binnenkomt. Het kan goed 6 weken duren. En toen dacht ik wel, oei, het is nu wel echt een beetje heftig aan het worden. Dus misschien moet ik er iets aan gaan doen. En niet zozeer om de kosten, want ja, wat ik zeg, het is allemaal niet zo heel erg duur. En ook als je bij elkaar optelt, valt het allemaal wel mee. Maar gewoon om het principe dat je vaker kijkt op die app dan op andere apps. En dat is best wel heftig. Dus toen dacht ik wil er vanaf. Toen dacht ik, hoe kom ik hier nou het snelste van af? Nou, allereerst het verwijderen van de app. Dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik in ieder geval niet meer heel makkelijk kan doorklikken en dat ik echt moet inloggen. En dan moet je dus ook je bankgegevens erbij pakken of je creditcardgegevens erbij pakken. En dat kost gewoon net iets meer moeite, waardoor het een stuk minder makkelijk is om dingen te bestellen. Dus als eerste heel snel die app verwijderen. Ten tweede, bedenk ook wat het kost. Natuurlijk is het heel erg fijn dat alles best wel snel komt. Of tenminste binnen 6 weken. Dat is niet echt snel trouwens. Maar dat het allemaal individueel wordt opgestuurd. Maar wat dat kost aan brandstof bijvoorbeeld voor al die vliegtuigen waarmee het verzonden moet worden. En wat het kost aan verpakkingsmateriaal. Net zoals die paperclips. Die zitten dan in zo'n doosje of in zo'n verpakking. Ja, dat is eigenlijk belachelijk natuurlijk. Er gaat veel meer geld om in zo'n verpakking om dat op te sturen.
En wat voor belasting dat is voor het milieu, dat is echt niet normaal. Dus toen ik me dat realiseerde, dacht ik ook van ja, misschien is dit niet het meest beste wat je kunt doen. En wat ik een keer heb meegemaakt is dat ik iets veel te duur heb gekocht. Ik heb bijvoorbeeld achter me zie je een roze vaas. Echt wel super schattig. Maar daar heb ik in verhouding echt veel te veel voor betaald. Want hij was volgens mij 4 of 5 euro. En toen zag ik hem bij de HEMA echt in de aanbieding voor 1 of 2 euro. Toen dacht ik, oh, ik had ze dus gewoon veel beter bij de HEMA kunnen kopen dan bij AliExpress. Dus dan loop je een paar keer er tegenaan en je denkt, oei. Dat was niet zo handig om dat te bestellen via AliExpress. Er zijn nu natuurlijk ook heel veel andere aanbieders naast AliExpress. Je hebt Wish, die is ongeveer hetzelfde. Amazon doet heel veel van dat soort dingen waar je echt heel goedkoop dingen kunt kopen. Ik bescherm mezelf en kijk er gewoon niet te veel op. Ik ga geen apps installeren, want dan weet ik weer hoe ver het gaat. En dat ik over een tijdje weer bezig ben met alles verzamelen en kopen en inslaan. Klein beetje verslaafd ben ik wel. Aan de andere kant, er zijn ergere verslavingen. En wat dat betreft denk ik dat een AliExpress verslaving nog niet het allerergste is. En niet het einde van de wereld. Ik wil zeker als je bedenkt dat je per keer, dat je afrekent 10 euro kwijt bent. Maar toch, het gaat om het idee dat je denkt dat je dat nodig hebt. En dat je denkt dat je die spullen nodig hebt. Ik ben vooral heel erg benieuwd of jij ooit wel eens iets hebt besteld op AliExpress of vergelijkbare websites. En wat je daarvan vond. En of jij ook denkt dat het net zoals ik best wel een verslavend karakter heeft. En hoe jij je daarvan af bent gekomen. Of dat je misschien nog steeds verslaafd bent aan AliExpress. Laat het me vooral heel even weten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Want iedere week komt er weer een leuke nieuwe video van de Happy Financial. En dan zie ik je volgende week.